Julian, gefeliciteerd. Ik denk een terechte overwinning. Met jou als man of the match, vraagteken? Ja, zeker een terechte overwinning. En, nou ja, dat denk ik niet, want we hebben Baxi die hem gewoon binnenschiet. Dus dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, maar de collega naast mij die zegt van ja, het doelpunt is toch voor 80% op het konto te schrijven van Lelieveld. Beschrijf je actie eens? Ik zie de linksbuiten, die wil een actie maken, een beetje vanuit het midden. We hadden druk van achter op hem en hij tikt de bal iets vooruit. En ja, ik onderschep hem en die bal stuit het een beetje omhoog. En Baxi gaat diep en ik kan hem eroverheen tikken, want er was veel ruimte erachter. En ja, hij kan doorlopen en wacht goed en schiet hem binnen. En geef je dan zo'n bal blind? Weet je dan dat Baxi altijd gaat? Nou, blind niet, maar ik zag, je kijkt natuurlijk wel eventjes, maar ik zag hem wel gaan. En ja, hij gaat wel regelmatig, dus ja, het is niet blind, maar ja, ik moest hem wel geven. Ja, toch gaat er de laatste weken heel veel lof uit, terwijl je nu ook een schouderklopje krijgt van diezelfde Baks naar de aanvallers. Hè. Die zijn belangrijk bij Go Deals, maar ik vond vandaag met name dat de verdediging goed stond. En ja, ook aanvallend hebben jullie echt je steentje bijgedragen, met name de backs. Ja, ja, maar ja, dat is toch, we maken best veel goals. En ja, terecht dat de aanvallers het lof krijgen, omdat ze, ja, ze doen het gewoon goed. En met Verheid heb je toch altijd een aanspeelpunt, dan vandaag niet. We hebben een andere soort spits en Jaro, ja, heeft gewoon echt veel kwaliteit. En Oran doet het ook gewoon goed. En ja, dus ja, we doen het. Voorin hebben we goede spelers lopen, maar ja, achterin stonden we heel stabiel. Maar ik denk het hele jaar al best wel. Ja, we hebben nu volgens mij 9 tegendoelpunten in 10 wedstrijden. Dat is niet heel slecht, maar ja, ik denk dat het wel goed staat. Maar dat komt ook omdat we als team echt verdedigen, zeg maar. We zetten als de bal, zetten we meteen druk en we houden ook wel veel druk op de bal. Dus ze kunnen ook niet echt ruimtes vinden om tussen te spelen, zeg maar. Ja, hoe lekker is het om een Navratil voor je te hebben? Want ja, die blijven maar gaan, die heeft dubbele longen. Ja, is wel lekker hoor. Vandaag was het dan, was speelt die wat minder opvallend, vond ik. Maar ja, het is gewoon lekker als je met hem kan spelen. Als ik de bal naar hem speel, dan weet je eigenlijk al dat hij er iets goeds mee gaat doen. En dat hij zijn mannetje voorbij komt 9 van de 10 keer. Dus dat is wel lekker dat je hem gewoon kan inspelen. En eigenlijk alweer ja, kan kijken wat je daarna gaat doen. Of hij gaat naar binnen, ga ik er overheen. Of hij gaat buitenom, daar blijf ik staan. Maar ja, het is wel lekker, want hij gaat ook diep. En ook als hij de bal nog niet heeft, zeg maar. Dus dan kun je hem er gewoon om het bekje heen geven. En dan heeft hij de bal al voorin. Dus dat is wel lekker om mee te spelen. Je bent best vol lof over al die aanvallers bij Go Ahead Eagles. Maar hoe vind je dat je het zelf doet op dit moment? Ja, ja, vandaag zat ik er wel lekker in. En ja, voor, ik ben je kan bescheiden? Nee, vandaag ging het gewoon goed. Maar vorige week vond ik het niet heel goed. Maar ik kan wel beter. Ja, tegen Sparta bijvoorbeeld ook, hè? Dan maak jij nou ja, misschien wel een foutje samen met Bos. Ja, je bent vrij jong. Knaagt dat dan nog lang bij jou? Of zeg je van nou, ik ben eigenlijk een jongen die daar heel snel overheen stapt? Ja, nou. Eerlijk? Ik heb er wel even mee gezeten hoor. Zeker die avond en die volgende dag. Dan ben ik niet te genieten thuis. Dus, maar daarna zet ik het wel van me af en dat moet ook wel. Want ja, je kan er niet te lang in blijven hangen. Maar ik heb er wel echt even van gebaald. En als je nu ziet dat we anders gewoon eerst ook in de periode stonden, dan is het toch nog wel even een katertje nog steeds. Ja, maar goed, die kunnen jullie volgende week alsnog pakken. Jullie staan bovenaan met de Eagles. Ja, volgens mij een schot in de roos toch, hè? Die overgang van Vitesse naar Deventer. Ja, ja. Tot nu toe heb ik het echt onwijs naar mijn zin. Dat is echt, dat is ook belangrijk. En ik speel gewoon elke week en dat is ook goed voor mezelf en dan, ja, dan zie ik het volgend jaar wel. Ja. En de familie ook trouwens, want ik zag gisteren je vader nog in een korte broek langs de trainingsveld staan. Die kan ook wel genieten van zijn zoon in Deventer dienst. Ja, ja, die, nou ja, ook al waar ik speel of zelfs als het bij de amateurs is, bij mijn broers of zo, dan zijn mijn ouders er ook altijd. En nee, die volgen me overal wel en mijn schoonouders die zijn er ook, want mijn ouders zaten vandaag in het uitvak, omdat we anders niet genoeg kaarten kregen. Dus mijn ouders zaten daar en dan zat de familie van mijn vriendin zat op de normale kaartjes. En dat was dan geregeld. Dus uiteindelijk waren er weer 11 man of zo. Dus dat is wel dat is mooi dat ze me echt onwijs steunen. Het was even passen en meten, hè, hier in dit Janmarstadion voor deze topper. Dat het een topper is, ligt met name ook aan jullie. Verrast het je dat jullie zo goed zijn en dat jullie gewoon op dit moment, ja, de beste ploeg in de eerste divisie zijn?
Krijg ik je nou wat in de mond? Nee, ja. Beste ploeg. Ik denk dat we het als team echt goed doen. En dat we ook het goed doen doordat we echt een team zijn. En als je individueel kijkt, zijn misschien andere clubs wel beter. Maar ik denk dat wij, omdat we zo'n hecht team zijn, dat we wel echt... dat we het doen zoals we het nu doen, zeg maar. En dat is, met een heel hecht team kun je ver komen, denk ik.